Zo, de eerste shot is gemaakt hoor. Ja, dat is dan wel weer grappig. Een heel groot KLM ACO. Terwijl we toch echt naar Zuid-Amerika gaan. UNESCO, dus samen met die andere stad in Polen, die de Dracovia, die werd dus zeg maar de eerste, tweede steden in de wereld als wereldmonument genoemd. Ja, sinds daar zeg maar zijn er verschillende stichten samen met de UNESCO helpen zeg maar om de oude centrum vooral van Quito zeg maar om goed onderhouden en huizen zo verbeteren, de oude architectuur. Wij zijn 's ochtends even het hotel uitgelopen voor het ontbijt. Dat was de eerste ochtend in Quito. En daar zit mijn lief op een bankje. Te lachen. Ben jij zin, schat? Ja, dat is niet op tafel. Nee, hè? Oh, serieus? Oh, nee, wist ik niet. Ik heb het nog nooit gehoord. Een rondje draaien. Waar we dan tegen? Daar, dan van de vorige boot, daarin. Het is een monument daar, zeg maar dat hier een monument.
gekleurde doosjes bij elkaar Het zijn trouwens geen Chinese taferelen hier, hè? Het valt best wel mee. Seguimos. Dale, dale. Si la pena se borra.
Let op de bijgeluiden. De Spanjaarden gewoon hier kwamen, dus we hadden geen ezels, geen paarden en zo. Dus de enige beesten om te kunnen vervoeren, dingen zeg maar te kunnen vervoeren, was dus deze soort, de lama's. Dus dit is de grote en de sterkste soort. En deze soort, zeg maar, zoals jullie te zien zijn, die heeft haren. De bol, zeg maar, het is niet te doen, niet te werken. En als jullie een kleding zo van maken, krijgen jullie meer prikkels, zeg maar. Dus wordt er niet gebruikt voor. Maar in plaats van... Kijk eens, hier hebben we een beeld, zeg maar, van de Diablo Uma, zo heet die. Dus dit is eigenlijk voor de Inti-Raymi, dus de feest van de zon, zeg maar. Die worden voor deze en de belangrijkste manier van het dorp, zeg maar, of van de feest. Of die meester die taak heeft, zeg maar, of gesteund hebben, zeg maar, voor het feest van dit jaar, van de feest van de zon. Die maakt, zeg maar, talking. Because you have to go from Coca, this is Tena, Coca is here, but still the Napo River, okay? And it's where you're able to see the... In the river. Yes. Okay. And
And the person is frogs, you know? Don't touch them when you go to the Amazon. Don't touch anything when you go there, okay? Because they are no more than 3 centimeters, very colorful ones, and that is a sign, okay? Stay away from it. And if you touch it, you can put those fingers into your mouth, then 30 minutes of heart attack, dies. They don't even get the chance to go to the hospital. Okay, ready. I need you look on top and watch the leaves when I take the plug out. Yes, everybody? Ready? Yes. Ready? Okay, 1, 2, and 3. Look on top. So what's happening? Nothing. No swirl, okay? Doesn't spin. This is in the middle of the world. But now, please, let's go to Australia. Yes, please. This is Australia. Yes? Ready? 1, 2, and 3. You see? The whirlpool, which way? To the right. Clockwise. Now please, let's go to the north. Let's go to Japan. Ready? Now this is going left. But please, let me tell you something. Do you remember I told you? If you want to see the real effect, you need to go miles away north or miles away south. In this small distance, it's not a real effect. You just saw it because I know how to make it. No. It's not the level of the floor, it's not the shape of this. I've been practicing this for, you know, long time. Like a magician. Kind of. Okay? If you give me a bucket of water and a sink in your kitchen, because I know how to make it work. Yes. Ja. Ze bracht het goed. Gewoon gaan. Ze bracht het goed. En dat is de kunst. Maar dat is iets, hè? Sorry. There's somebody else. Niet? Nee hoor. Zo. Ja? Hier zijn wieltjes. Denk eraan twee afronden aan twee kanten. Nee hoor, je bent al kilometers vanaf. Laat maar liggen, maar goed. Thank you.
Met een lach, hè? Met een glimlach. Pas op, pas op, pas op. Je moet een spulletje mee. Oh.
die rijdt niet zo lekker. Nou, die zie je toch niet.
En dan hier het park van Otavalo. Vanaf de andere kant. Ja, dit is aan de andere kant. Hallo. Dat is toch leuk, hè? Hartstikke. Hoe hoog zaten we? We zitten op 4075 meter. Je voelt de eilandlucht als je even een stapje bijzet. We leven hier binnen in het wild. Je kunt je oversteken, als ik het. Maar ik heb het zo niet gezien. We zijn in Papallacta. De thermale bronnen. Thermale bronnen. De thermale baden, moet ik zeggen. Ja, daar is er één, daar hebben we net ingelegen. Graadje of 30. Maar ze hebben ze ook tot en met, wat zeiden ze, 70 graden. 70 graden. Maar dan kom je volgens mij half gar uit, dus ja. Dat doen we niet. We zijn geen halve gar. Sing about days that didn't happen, and people don't cry for tears that weren't shed. Time doesn't stop when you close your eyes, and our big old clock will keep on ticking till it dies. Can you hear the of the hummingbird? Can you smell the breeze carrying leaves that it lured? Can you cry for your mother and your father too? Can you breathe until there's no air left in you? What if there were no wings on a butterfly? Koffieritueel in Edinburgh hadden we thee ritueel. Ja, daar krijg je het koffieritueel. Vind je het mooi hier? Ik denk een kwartier lang heb ik al een kolenbies gevuld. Is nou tijd voor jou? Dan is nu tijd voor jou. Even een kopje koffie. Going home tonight without a heartache and a moon.
until there's no air left in you. Can you breathe until there's no air left in you? Gewoon banaan, zo lekker zo. Ja, maar er zitten geen enge beesten in of zo. Nee, dit is toch, dit is lekker. Moet wel eerst het hoofdje eraf halen. Ja. Nou, is het prima te eten. Het is niet mijn eerste keuze. Heeft u nog iets anders? Zo'n klap. Hoe heeft u wel eens zo'n klap? Hele bak vol. Je hebt wel eens op? Ja. Het smaak aan kip. Wow. Daar word je echt in een lijst van. Nou, wie noemt? Proberen. Niemand? Niemand? Nou, is goed. Ja? Wat lief van jou. Oh ja, kijk. Komt er al afgehaald. Ik zal niet tegen. Hij is wel lekker hoor. Zonder niks. Gewoon een beetje zelf te doen. Ja toch? Prima te eten. Wat is dat? Ja, yucca. Alleen het vel. Alleen het velletje is een beetje taai. Ja. Wat was dat? Worm. Die worm? Oh, had het even gezegd, dat ik even gefilmd. Haal hem maar. Als bewijs. Oké, hou ze in de gaten, die koffie. Regalarte mis noches para que sean tuyos mis sueños. Voy a poner luz a mi vida para entregarte mi amor. Quiero estar en tus pensamientos, quiero ser sangre en tus venas y ser el sol que te calienta en primavera, mi amor. Oh, oh. Heerlijk verfrissend. Ben je bijna gekomen? Ja. Nee, waar we zijn. Nou, zeg eens. Met een tropische regenwoud. Oh. Dag rivier. Regenwoud. Nee, dag rivier. Ja, weet ik. Dat weet ik niet. Ik zeg gewoon regenwoud. Napel. Hoe? Ik moet je Napel, juist. Nee, zonder L. Napel. Napel. An animal rescue center. And here what we do is receive wild animals that have been kept in captivity, illegal in Ecuador since 2008.
and we rehabilitate them in order to reintroduce them back into their natural habitats. This is our goal in here, okay? This is our mission. Work all night and I drink a rum. Stack banana till the morning come. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot, bunch. Daylight come. Six foot, 7 foot, 8 foot, bunch. Meteen al zijn mooie suite. Hoe heet het hotel ook weer? Daar zijn de suites op. Geen ramen, maar overal alleen maar gas. Ja. Gaat eigenlijk buiten. Eigenlijk wel. En dan is dit ons uitzicht. En die dachten dus die hoeden, zeg maar, daar werd ik maar. Dus ja. Daar krijg je die naam eigenlijk. Oh, Panama, ja. Had, maar het is eigenlijk sombrero de paja toquilla. Paja toquilla is dit. Paja toquilla. Moet ook gedroogd worden zeker. Dit wordt het eigenlijk voor de Panama hut wordt het gekookt. Gekookt? Gedroogd. Om de vezels zacht te maken. Eerst is het dan dit aderkaas, zo. Mm-hmm. Dan koken, droog en dan zo komen in de markt te verkopen. En de andere, dan is de andere indianen, die maken ze dus dan die voeden. Mandjes, voeden. Ja. Mm. Dus de banaan, zeg maar, wat we vinden. Zoet en klein. Ja. Ja. Bloemen.
De zoetste banaan die je krijgt. Ze zegt dat, of heeft hij gezegd dat zo maken ze de chicha zeg maar elke dag of dagelijks zeg maar voor om te drinken. En ik heb de verschillende, zeg maar, van verschillende dagen gegist. Gefermenteerd. Oh, Eddie gaat het proberen. Nou, Eddie in één keer achterover. Hup. Ah, foto mislukt. Nog meer, hè? Maar dit is niet vies. Nee. Lekker? Prima. Ja, het is een beetje zuurig. Ik zou zeggen, bottoms up. Het is, wordt het, de cerbatana wordt het alleen maar van een chonta. Chonta is een palom. Omdat de palombomen zeg maar recht zijn. Helemaal recht. Dus zijn de, enkele bomen gaan zo. Dus niet zo recht, maar deze wel in holle. Holle. Ja. Dus daar worden ze van gemaakt. Ja, dus de Guarani, zo die pijltjes zeg maar, die doen ze op curare. Curare, die is van de liaan, zeg maar, dit is een beetje verdovingsmiddel, zeg maar, zodat de raak aan de aap of de beest, zeg maar, in dat geval, maar is niet dood. Dat is een, ook anders, die van de dendrobatos, die is de kikkers, giftige kikkers. Dat is wel blauw. Ze funcionen met chicha. Goed hoor. Makkelijk. Tenemos que llenar el aire del pulmón. Soplan. Si es que soplan despacio, ahí no sale. Puede ir a un metro. Ah, goed. Ja? Goed hoor. Hoe is de nest? Nee. Nou, man. Wacht tot die. Is dat je kunt de kip ook nemen. Je komt die af. Oh, yeah. Yeah. Winnen, hè?
Thank you.
daar in de verte. Naartoe. 1040 meter. Had je jezelf al gezien? Oh ja? Nou, prachtig. Ga je de mijn in of zo? Even, even omdraaien. Even omdraaien. Ja. Armen wijd. Daar ook van zijn armen bij. Denk je? Ja, ik ben tot even. Ik voorstel dat het nog zit. Je kan al open. Zie je? Abra los brazos. Bien, bien. Listo. Waterval, zeg. Kijk, daar gaat de. Daar gaat de. Oh, en dan gaat het bakje. Ja. Leuk, ja. Hij heeft een mooie potje. Gewoon met z'n 14e tegelijk in één mandje. Yes. Waar is het mandje? Kom maar. Kijk maar. Eet je aardig aan, hè? Heel heel. Zo. Oké. Is die niet Ha 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 ha!
En hoe vond je dat? Ja, is leuk. Ja, ja. Ben je misselijk? Nee, helemaal niet. Nee, serieus? Alleen die contrastlingen die vond ik niet zo. Nee, dat snap ik. Gisteravond gegeten en ik heb nog nooit zo'n lelijk gebouw gezien. Echt een wangsmaak, niet normaal. Maar het eten was goed. We zijn trouwens in Banjos. Woon je zo'n schitterende omgeving, waar je dit soort lelijke, spuuglelijke gebouwen. Maar wij vermoeden dus dat ze geen echte bel konden betalen. Dus dat ze nu maar op stukken ijzer staan te rammen. De rechterklokkentoren is ook helemaal leeg.
godsamme wat mooi. Ga het toch proberen? Fiets. Wel ja. Ja? Waarom ook niet? Misschien is het al heel verfrissend ook. Ja, dat zeker. Wanneer ook alweer? 17? 16? 1534. Zo. Er staat een warm bordje. Is dat zo? Feest.
iets. Ja.
komkommer. Oh, daar zijn die andere al. Dit. Doe kom je kijk. Oh, moet op doen pas. Kan gewoon lekker aan staan. Ja, wel mooier. Kijk daar aan die cavia's. Zitten in de mannen daar? Ik denk het. Ja. Kom hier baby, katera, kom hier baby, poquito. Dala, lidona, dala, kom hier baby. Ya, mi amorcito, ya. Tamarito, naranja, con mi bebé. La madre. Paloma, no. Con la mano. Sí,
de alimentación que le dan también a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Naranja dulce. Thank you.
sad song. My lonesome lover has taken off. I'm wandering around on a cloud, empty-hearted and down and out. It's been a week, I think, since he rolled in the town, and it's been years that I've heard these stories about this fella. He's so brave and so alive, turning this world around from the out to the inside. While our courtship was brief and magnetic, I was singing at the corner bar, and we both felt so romantic. We took a walk with the moon down to the train yard. Well, it was too much for me. My gypsy heart was inflamed. Put me at the head of your list and don't forget to call my name. For I fell in love with a boy who has a real live romance with a train on my beautiful lover and friend. This is exactly what I wanted, and now I'm feeling so haunted and I can't get you out of my mind. Oh. I can't forget him as he's rolling away, and it's all I can do is just to stay here. Just to stay.
geweest zijn, zeg maar, hier. Maar dus, zoals ik nog een keer zeg, zeg maar, dit is nagemaakt. Moet kijken, die stenen zo, dus niet te vergelijken, maar met de Inca muren. Fabrikant, dus ze zijn een bedrijf die dat de mensen ook best wel redelijk goed betaald worden, zeg maar, en met alle verzekeringen, alles wat je moet voor de stad, dus allemaal betaald. Dus dat we ook. En dat is zodat allemaal gelijke kleur krijgt. Ja. Is het nou waarschijnlijk? Ja. Gracias.
Thank you.
regalarte mis noches para que sean tuyos mis sueños. Voy a poner luz a mi vida para entregarte mi amor. Quiero estar en tus pensamientos, quiero ser sangre en tus venas y ser el sol que te calienta en primavera, mi amor. Oh, oh. Para que sean tuyos mis sueños, voy a poner luz a mi vida para entregarte mi amor. Quiero estar en tus pensamientos, quiero ser sangre en tus venas y ser el sol que te calienta en primavera, mi amor. Oh, oh. De Gebrokenbrug. Ja, stuk. Stuk? Ja. De Gebrokenbrug is stuk. Puente roto. En dat kun je brug, wel zien. Brugstuk staat er. Dat is pechbrugweg. Eres mi rayito de luna, tu mi mar, tu estrella. Quiero ver que viene la noche para buscarte en el cielo azul. Hoy quiero de ti tu mirada y como un beso tu amor. Soy un niño y sueño bonito porque siempre, siempre pienso en ti. Wat is het lekker? Heerlijk. Goed zo. Heerlijk, zo op het schaduwrijke terrasje aan de Tonnebamba, heb ik het geloof. Wie kan er nu even spelen? Rut. Ja, Rut. Ja, Rut. Ja, ja, ja. Schatje, kom op. Hij is er niet ver, maar. Moet je even stellen. Ja, ja. Vooral voor handen heb ik gemaakt. Prachtig.
springkussen. Daarachter een tafelvoetbaltent, een draaimolen en een Pirates of the Caribbean schommel. Mooi, hè? En dan hebben we daar zo nog een lokaal marktje. Met een prachtig oud vrouwtje. De markt gaat niet op. Te veel pot te kijken.
lekker weertje, hè, schat? Heerlijk. Straks. Je gaat er nog mee, toch? Ik ga nog even. Goh, we zijn helemaal nog niet ver, zie je dat? Daar is de... Nee, dat is ook zo. Het zal nog mee, maar hou op 4000 meter. Het gaat goed. Ja. Raak me daar gewend. Ja, ik denk het. Ja, ik ga lekker op zakje lopen en een beetje foto's maken. Thank you.
fantastisch. Bed ook daar. Zo groot. En het bed niet meer in. Een mooie kamer. Met uitzicht valt mee. Zo leuk van. Toch? Ja. Nou, kijk, we hebben de eerste 10 al gehad.
naar rechts, maar dan is het wel maar hier. Olivaar en die andere was San Martín. Ja, is San Martín. No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Apagándola después, ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. De un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorar.
para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Op het vliegveld, de Galapagos-eilanden. Wachten op de gids. Onze eerste schildpad. Even erop. Meteen nummertje 2. Thank you.
Ja, dat kan best hoor, want die achtige die daarachter lag, die volgde me ook echt. Hè?
but to lie alone, because the Romanians, so they can find to the ladies from the same species for him, right? So the problem was normally, so the Romanians are not much about the workers who are here. Normally, so we are going, we are traveling around to the archipelago, and so on, because they are going to the different, the specific candelabra patches, the native, because you can find it in Argentina, Mexico, United States. But this one is only in the Atlantic. Very close, that is native. What are these things? Je hebt ook behoorlijke poten. Ja. Zo'n lange nek. Oké, de salamander loopt nu gewoon tegen dat ding op. Jas. Maar achteraan gaan. Santa Cruz, hè? Santa Cruz. Puerto Arroyo. Op de Galapagos-eilanden. De Galapagos-archipel. Ik moet even eerst helemaal af. Dankjewel.
cameraatje ook maar even filmen dan. Ja, voordat het weer een troep wordt. Nou, ik blijf hier staan, want veel groter is hij niet. Eén bed. Eén deur naar een badkamertje. Oh, die zit hierachter. En de deur naar de gang. That's all. Geluid erbij. Ja. Bij elke stoot krijg je ontlading. Zie je wat? Ik heb een slappe lachen. Nou, genoeg gefilmd. Ik vind het een beetje gênant worden. Hey. Zo. Tell you the
good. So I will show you the place, right? Op te nemen. Ja, maar Kees wel, dus kunnen we okay. Nog een keer? Nog een keer? Nog één keer. 1, 2, 3. Ola! Jora empieza el volcán. Yellow, black, white. So I'm part of the rocks is the mica, is the shine. Kijk daar.
zee. De waterboei van de haven in de verte. Oh ja, alle twee. Die heeft het erg druk gehad vannacht. Zeeleven? Mag ik een foto? Heel gezellig. Kijk je zo aan, zo met zo'n blik van, dat zeggen we, maken we zelf al uit. Ik wil er ook liggen. Plots. En weg is hij. Oh, daar gaat hij. De hele familie ligt hier te pitten, joh. Ik weet die lange slome nog even op die. Die wil helemaal lang uit. Echt helemaal. Oh, daar is nog een bankje vrij. De andere kant.
Moeder heeft er geen zin in. Hè? Die baby krijgt dat geluid. Die baby, ja. Kom tante, kom tante. Ik weet precies wat ze zegt. Geef dat jong van je nou eens een keer te eten. Minstens 2 meter afstand is af en toe onmogelijk. Ja, een inlandse poes. Nieuwsgierig, hè? Het is een zeehond hier, of een zeeleeuw hier. Wat... Ja, geweldig, hè?
Dat is verdwaald. Dat je die crystal clear ocean to ride on the crest of a wild raging storm, to work in the service of life and the living in search of the answers to questions unknown, to be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. Oh, die kun je goed zien nu. Oh, hij draait verkeerde plekje moet hier staan voor de zon. Ja, dus hier staan heel goed. Hier zie je hem veel beter. Hij lijkt een beetje roze en bruin. Thank you.
snap eens liggen, hè? Ja. Dus we douwen die camera in de kelder thuis. Ja. Uitzicht vanaf het terras. Oh, opnieuw. Uitzicht vanaf het terras. Zonder oma. Maar zonder oma. Zonder oma. Maar met Ilse. Ja. Con amor hoy yo quiero cantar. Sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir. Por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día tu hijo. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar a ti, a tu lindo Ecuador. Ese amor que tienes aquí.
Ecuador, a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador. That's all, folks.